Toen begon ze op een gegeven moment over zichzelf. En ze, hoe ging het ook alweer? Ze was... ze deed een cursus. Ik zei, wat voor cursus? Ja, ze zat op bloempotten schilderen. Dan dacht ik, nou, daar ga ik even niet op in. Nee, lazer op, dat bestaat het niet echt. Zo door kan de sigaar eruit, mevrouw, nee. Nee, maar ze zat dan op bloempotten schilderen, weet je. Ja, maar ik dacht dus, dat bestaat niet echt, lazer op. Als je daarop ingaat, dan blijkt het gewoon het begin van de mop te zijn, weet je wel. En dan word je voor lul gezet voor de hele tafel. Nou, en jij weet hoe dat voelt, hè? Ja. Dan is het opeens bodypainting voor lesbische bloemistes of zo, weet je wel. Maar je moet er dus verder even je bek over houden. Maar bloempotten schilderen, hè? Dat bestaat dus echt. Ik heb het me gisteravond helemaal laten uitleggen. Ik heb er echt heel blond aangekeken. Ik zei, hoe gaat dat dan? Ze zei, nou, je neemt een bloempot. Ik zei, je meent het niet. Begint het met een bloempot? Ik zei, en wat doe je dan met die bloempot? Ze zei, nou, die ga je dan beschilderen. Je gaat me niet dollen, hè? Dus die ga je dan beschilderen? Nou, ik ben ook wel eens in de war om nou een bloempot te gaan beschilderen. Dan doe je waarschijnlijk wel even de gordijnen dicht, of niet? Of heb je een stiekem hoekje op zolder achter de campingspullen waar niemand je ziet? Nee hoor, ik doe het met een heel clubje andere vrouwtjes. Zeg, hoe gaan jullie daar dan naartoe? Word je dan met een busje opgehaald, misschien? Mag ik jou wat vragen? Jawel, hè? Ik mag jou wel wat vragen. Mag ik vragen aan je, een hele simpele vraag, hoe oud je bent? 35. Zou jij mij een plezier willen doen? Het hangt er vanaf wat. Nou, dat is het niet. Hoewel, ik ben niet tegen, hoor. En ook al een week van huis. Nee, maar luister. Zou jij mijn plezier willen doen? Jawel, hè? Jawel, hè? Zou jij over 25 jaar nog één keer aan mij willen denken? Jawel, hè? Dan moet je denken. Het was donderdag, 1 april, 1999. Je zat op de eerste rij. In theater aan de parade in Den Bosch. Je ging nog met hem. Wat kunnen sommige grapjes opluchten. En op het toneel stond een heel klein mannetje met een hele grote bek. En die hield een heel verhaal over bloempotten schilderen. En toen dacht jij... Ik nooit. Want dat dacht jij. Zou jij daar over 25 jaar nog een keer aan willen denken? Als je onderweg bent naar die cursus. En kerstkaarten maken van theezakjes valt er ook onder, hè? Want ik kan daar niks meer voor je doen, lieverd. Ik ben dan een oude man, ik zit ergens in een zaaltje. Met 6 anderen. En op een gegeven moment zeg ik, je hebt ooit nog eens een week lang achter elkaar een volle schouwburg in Den Bosch getrokken. Zeggen ze, ja, wij ook.